Een paar maanden geleden werkte ik aan een langdurig project bij een van onze opdrachtgevers en dagelijks deed ik mee aan een ochtendoverleg. Tijdens het overleg bespraken we de prestaties van de dag ervoor en de uitdagingen van de dag die voor ons lag. Actuele thema's zoals een hoog ziekteverzuim, grondstoftekorten en lange levertijden waren aan de orde van de dag. En niet zelden kwam hier ook de planning door onder druk te staan. De meeting zelf vond plaats in een grote zaal waar de deelnemers zitten aan een de tafel deelnamen. Ze waren allemaal gericht op een beeldscherm waar de notulen gedeeld werden. De agendapunten liepen vaak uit en de meeting was nooit op tijd klaar. Deelnemers begonnen hierdoor gedemotiveerd aan hun werkdag. Maar vandaag ga ik jullie vertellen hoe dat anders kan. De dagstart is bedoeld om de samenwerking binnen teams te verbeteren zodat de dagplanning gehaald kan worden. Het is een korte vergadering die staand wordt uitgevoerd. Aan het begin van iedere nieuwe dag of shift. Het is het laatste moment voordat iedereen aan de slag gaat. Hier worden de puntjes op de i gezet. De dagstart verloopt via een vaste agenda en de planning is leidend. Dit is namelijk een middel om ervoor te zorgen dat de klant op tijd geleverd krijgt. We gebruiken wel een korte termijn planning, zodat iedereen gefocust blijft. Want welke taken moeten er de komende 24 uur uitgevoerd worden en zijn die voor iedereen duidelijk? Zijn er misschien nog hindernissen om deze doelstellingen te bereiken? Ook deze willen we tijdens de dagstart graag bespreken. Voorbeelden van dergelijke hindernissen zijn personeelstekorten, machinestoringen of ontbrekende onderdelen. Door krapte op de arbeidsmarkt, de beperkte beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen en lange levertijden is het. Essentieel dat dit soort hindernissen tijdens de dagstart te sprake worden gebracht, zodat er meteen actie kan worden ondernomen. Een risico dat op de loer ligt wanneer dit niet gebeurt, is dat de klant niet op tijd geleverd kan krijgen. Tijdens de dagstart worden deze problemen niet alleen benoemd en opgelost, maar wanneer nodig ook geëscaleerd naar een volgend niveau in de organisatie. Machinestoringen gaan naar de TD, grondstoftekorten. Naar de afdeling inkoop, enzovoorts. De dagstart leidt dus niet alleen tot een gezamenlijke doelstelling, maar ook een heldere actielijst. Er zijn enkele voorwaarden voor een succesvolle dagstart, en ik bespreek de belangrijkste vijf. Allereerst moet er een rustige plek op de werkvloer zijn waar dagelijks staand vergaderd kan worden. Ten tweede is er een agenda nodig die streng bewaakt wordt, want een dagstart zou niet langer dan 15 minuten moeten duren. Vergeet niet, de deelnemers staan al in de startblokken om de dag te beginnen. Als derde is er een planning nodig, of tenminste enkele doelstellingen om te bespreken waaraan die dag gewerkt kan worden. Als vierde zijn er prestatieindicatoren nodig die aangeven of het team nog op koers ligt om de doelstellingen te halen. En bij voorkeur, vijfde punt, wordt er gebruik gemaakt van een bord voor visual management waarop de deelnemers ook later nog kunnen zien. Hoe de planning ervoor staat en of doelstellingen gehaald worden. Wil je na het zien van deze video meer weten over de dagstart, leiderschap, visual management of andere vormen van effectieve communicatie? Kijk dan op onze website. En vond je video, de video leuk? Abonneer je dan op ons kanaal en klik op de like-button.